President Desiree Bouterse heeft eerder in het radioprogramma Bakkanatori aangekondigd beleidsmaatregelen door te voeren om het vraagstuk van de recente stijging van de US-dollarkoers in te perken. Dit pakket aan maatregelen zal de koers moeten drukken richting 7 SRD 75 cent per US-dollar. Recent is de koers die lag rond de 7,75 SRD vanwege een schaarste aan US-dollars gestegen naar 8 SRD en 50 cent. De afgelopen dagen is het duidelijk dat enkele cambio's reeds een forse daling noteren voor de verkoop van dollars en euro's. We zijn begonnen met de economie. En een heel belangrijk aspect is natuurlijk beheersen van de koers. Er is heel veel tegenwerking. Eigenlijk gezien de mogelijkheden en de ruimte en wat Suriname, niet alleen maar Suriname heeft, maar wat wij als individuelen hebben, zou het zo moeten zijn dat we eigenlijk geen problemen hebben met welke koers dan ook. Zoals u weet, is niet zo lang geleden was de koers op weg naar 860 richting 890. En we hebben toen een concept samen met Centrale Bank en andere instellingen, onder andere de cambio's. Ik weet niet wat er aan de hand is, want ik kan me niet voorstellen dat er cambio's nog zijn die 8,40, 8,35, 8,40 voor de opkoop van de dollar. Terwijl er al zeker, wat ik weet, minimaal 2 cambio's zijn die al naar de 8 zijn gedropt. En de komende weken zal het verder droppen, omdat we tegen 25 november zal een drastische drop maken. Ik hoop dus dat als er woenje is onderling, want ik ben een aantal keer gebeld door cambiohouders om te praten. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar ik denk dat we, als we de koppen bij elkaar steken, dat wij dit fenomeen echt achter ons kunnen laten. Ja. U kunt nu op het ogenblik, en ik denk binnenkort dat het zeker minder gaat worden, naar een bepaalde cambio gaan. U geeft het tegenwoordig, we zeggen, u moet $300 betalen, is $300 maar 8. Dus over 24, u geeft dat af. En wij, zij moeten ervoor zorgen dat uw huurder betaald wordt. Ik heb begrepen van, want er zijn nu 2 cambio's die op 8 zitten. Ik moet met de cambio's praten, ze hebben me gek gebeld. Want het is gek dat 2 cambio's nu 8 SAD verkopen per dollar, terwijl andere op 8,35 en 8,40 zitten. Dus ik wil met de cambio's praten om de koppen bij elkaar te steken samen met de centrale bank. Wij gaan ook met de banken moeten praten. In die zin, als ik in de jaarrede zeg dat we zijn bewust dat we leven in een cash economy, maar dat we in 2 jaar tijd een beleid hebben om 30% daarvan terug te dringen. Dan moet het ook zo zijn dat ik niet naar een bank kan gaan om een bankrekening te openen. En de persoon moet 2, 3 en 4 maanden en 5 maanden wachten. Dat gaat het beleid verstoren. We zijn op de goede weg, maar er moet worden afgestemd bij de uitvoering. Anders gaat het veel langer duren voordat wij... Laten we zeggen, giraal zaken kunnen doen hier in het land.